Welkom op de Accenture Innovation Awards, een dag lang interviews met innovatoren uit Nederland. Wie ben jij en wat doe je? Ik ben Roger Buijvoets. Ik ben een van de oprichters van Sagent. Sagent is een van de finalisten hier op de Accenture Awards. Hoop vandaag natuurlijk te gaan winnen in de categorie payment en shopping. En wat we hebben ontwikkeld is een technologie waarbij we eigenlijk geautomatiseerd de conversie kunnen verhogen op een e-commerce platform. Dat wil eigenlijk zeggen dat we dus in staat zijn om meer bezoekers om te zetten naar klanten. En dat doen we eigenlijk door een combinatie van consumentenpsychologie en machine learning, zoals dat heet. Waarbij we eigenlijk op basis van drie componenten toegevoegde waarde leveren. Ja. Hey, en leg eens uit. Ik kom op een site en ja. Hoe gaan jullie met je psychologie dan te werk? Nou, wat we doen is, voordat je op de site komt, proberen we eerst een inschatting te maken wat de kans is dat je überhaupt wat gaat kopen. En hoe doe je dat? Nou, dat gaat op basis van een heleboel verschillende dimensies, zoals het heet. Dus eigenlijk op het moment dat je op de site komt, kijken we eigenlijk met wat voor type browser je komt, met wat voor apparaat. Als ik een Mac heb, ga je zeker weer denken dat ik meer geld ga uitgeven? Nou, dat is al bewezen, dat ja, Mac-gebruikers meer spenderen dan, dan Android-gebruikers. Ja. Er zijn heel veel verschillende variaties en dimensies waar we natuurlijk naar kijken. En dat gaat uiteraard geautomatiseerd. Zodra je op het platform komt, bouwen we een psychologisch profiel op. En dat gaat eigenlijk op basis van jouw klikgedrag. En wat je eigenlijk moet voorstellen is dat, stel jij bent op zoek naar een t-shirt. Op het moment dat je op de overzichtspagina bent, dat een 5 tot 10% van de producten, die hebben allemaal een label. Een schuin labeltje, of een recht labeltje, dat kan natuurlijk ook. En dat label communiceert een bepaald verkoopargument. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, het is een bestseller, of hij is bijna uitverkocht. Het is een exclusief item. Of er zijn nu nog meer, zoveel mensen aan het kijken naar dit product. Precies, of hij is net nieuw. Ja. En eigenlijk op basis van interactie en jouw gedrag weten we eigenlijk steeds beter voor wat voor een type verkoopargument jij gevoegd bent. En eigenlijk op basis daarvan proberen we in real-time de wijze waarop het product wordt gepresenteerd te personaliseren. Dus de juiste argumenten erbij te benoemen. Dus jij kan bijvoorbeeld uitvinden, dit is iemand die is gevoelig meer voor prijs, of deze is meer gevoelig voor schaarste en dan een stap te zetten. Precies. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met in feite gewoon een hele goede verkoper in de winkel. Die luistert in feite heel goed naar waar je naar op zoek bent en waar je gevoelig voor bent. Nou, dat doen wij, maar dan online. Ja. Zo zei het eigenlijk. Hey, en hoe hebben jullie, want je doet dat voor top sites, hè, doen jullie dat? Als je goede klanten hebt, kun je natuurlijk naar andere goede merken toestappen, et cetera. Maar je hebt waarschijnlijk harde cijfers, hebben jullie opgebouwd, van wat de toegevoegde waarde van jullie is. Kun je daar iets over zeggen? Ja, we hebben een half jaar lang eigenlijk alleen maar pilots gedraaid in heel veel verschillende segmenten. Het is ooit begonnen, anderhalf jaar geleden, dat ik in contact kwam met twee jongens die een achtergrond hebben in kunstmatige intelligentie en machine learning. En die hadden dus de belofte van, we hebben een technologie waarmee we geautomatiseerd de conversie kunnen verhogen. En toen zei ik van, laten we dat gaan proberen. Laten we een test gaan doen. Dus zijn we een test gaan doen met America Today. Natuurlijk een redelijk bekende fashion retailer. Ja. En toen hadden we na anderhalf maand een 23% uplift in sales. Ja. Toen dacht ik, of het is gewoon een lucky shot. Ja. Of het is echt wat. Ja. En dan zijn we eigenlijk een half jaar lang gaan testen. De toegevoegde waarde die we nu gemiddeld leveren, die varieert nog heel erg. Maar die zit gemiddeld tussen de 5 en 20% ongeveer. Ja. En hoe we dat meten is, dat is misschien een klein beetje technisch, maar het gaat hetzelfde als een AB-experiment, of een AB-test. Ja. Dus we hebben een soort van controlegroep, dus die worden helemaal niet blootgesteld aan onze technologie. En eigenlijk een groep die wel wordt blootgesteld aan onze technologie. Tegelijkertijd, op basis daarvan kunnen we de verschillen zien en kunnen we ook daadwerkelijk statistisch aantonen dat we effect hebben. Ja. Hey, wat is jouw eigen achtergrond? Ik zelf heb een achtergrond in e-commerce. Voorheen heb ik echt bij een ontwikkelingsbureau gezeten, of een development club voor e-commerce platformen. Dat heb ik 6 jaar gedaan. En vanuit die hoedanigheid zag ik een enorme behoefte eigenlijk in de markt om met name e-commerce partijen te adviseren. Dus toen ben ik eigenlijk een consultancy agency begonnen samen met iemand anders. Wat ook nu mijn huidige compagnon weer is, een Sagent. Goed, en eigenlijk vanuit die hoedanigheid, dus anderhalf jaar geleden,
is begonnen. Ja, ja, de andere componisten. Ja, je zegt, ik kwam die personen tegen die goed waren in artificial intelligence, ja, et cetera. Als jij daarnaar kijkt, hè, hoe ver is die technologie? Of staan we daar nog aan het begin? Hoe schat jij dat zelf in? Nou, het hangt er denk ik een beetje af van de daadwerkelijke toepassing. Ik denk echt op commercieel vlak moet er gewoon nog wel echt heel veel gebeuren. Dus er zit nog gewoon heel veel in experimentele fase. Alhoewel de ontwikkeling zelf gaat heel erg snel. Als je ziet wat er zeg maar nu al mogelijk is met kunstmatige intelligentie. En wat ze aan het onderzoeken zijn. Dan gaat het wel met flinke stappen vooruit. En ik verwacht ook dat er niet over al te lange tijd dat die commerciële toepassing daarvoor een gigantische vlucht gaan nemen. Hey, wat zou je met die techniek van de andere kant kunnen doen? Hoe zou je met die kunstmatige intelligentie en nu maak je het eigenlijk beter voor de verkoper? Ja. Hoe maak je het beter voor mij en voor de klant? Ja, ik zie het eigenlijk als een win-win. Een goede verkoper biedt ook heel veel toegevoegde waarde in feite aan een consument. Omdat hij de consument daadwerkelijk helpt en eigenlijk op een veel efficiëntere en effectievere manier weet te communiceren. Nou goed, dat is ook wel iets wat we proberen na te streven. Waar we heel erg vandaan proberen te blijven is uit het vlak van misleiding. Hè? Want in feite wat we doen is verleiding, maar dat ligt tegen misleiding aan natuurlijk. Ja. Maar wat wij eigenlijk idealiter proberen is wel gewoon de communicatie tussen een retailer en een consument gewoon heel goed te optimaliseren. Door gewoon heel goed af te tasten waar die bezoeker naar op zoek is en waar die het meest ontvankelijk voor is. Ja, want je kan er ook mee helpen dat hij niet hoeft te zien waar hij niet naar op zoek is, bijvoorbeeld. Al dat soort elementen zijn natuurlijk ook. Dus het kan ook het biedt met name heel veel relevantie ook voor een bezoeker. Ja. Hey, in jullie veld, wat vind jij het innovatieve aan wat jullie aan het doen zijn ten opzichte van de concurrentie? Nou, wij worden heel erg in de hoek van personalisatie geplaatst, wat op zich ook klopt. Alleen wat daarin wel echt ons onderscheidt is dat wij psychologische personalisatie doen. Dus wij richten ons enkel en alleen op een bepaald gebied. Waar we heel erg van verschillen is dat heel veel spelers in onze markt die richten zich met name op het verkopen van een specifiek product. Of recommendaties, product recommendations. En daar zijn wij niet in geïnteresseerd. Wij zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd hoe kunnen we het product op de meest optimale manier verkopen. Dus ja, niet eigenlijk wat, maar hoe. Ja. En dat maakt ons onderscheidend ten opzichte van de rest. En wat zijn je ambities hiermee? We zijn nu een jaar onderweg. Inmiddels met 12 mensen. Een jaar lang eigenlijk met name heel veel Nederland nu bediend. We zijn nu voorzichtig stappen naar buitenland aan het maken. Dus naar Duitsland en naar Engeland. We hebben echt wel een internationale ambitie. Dus de komende 2 jaar willen we eigenlijk in Europa gaan uitrollen. En dan ook voorzichtig stappen gaan maken naar de VS. Ja. Dat is wel een internationale ambitie die we hebben. Ja. Hey, dus sales is een belangrijk ding voor jullie, maar ja, de salesargumenten die heb je altijd wel. Het voordeel wat we hebben is dat wij implementeren relativ eenvoudig. Dus we hebben maar één regel code die ervoor nodig is aan de klantzijde om te implementeren. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk relatief snel kunnen uitrollen, ook bij hele grote partijen. Daardoor wordt onze sales cycle eigenlijk relatief kort. En dat is natuurlijk wat dat betreft vrij gunstig. En wat is jullie business model? Hoe reken je af? Hoe betalen je klanten? Dat gaat op basis van maandelijkse fee. En dat is op basis van het aantal bezoekers. En daar hebben we wel een soort van ondergrens in. Met name omdat we hebben data nodig natuurlijk om goed te kunnen voorspellen. Dus we hebben daarin een ondergrens van 100.000 unieke bezoekers per maand. En dat is voor ons dan voldoende om onze modellen op te baseren. Ja. Nou goed, en dat gaat nu tot de grootste is 11 miljoen bezoekers per maand inmiddels. Ja. Dus het gaat vrij breed. En geef eens een indicatie, wat betalen die klanten jullie dan? Nou, de ondergrens is 1000 euro per maand. Nou, en dat gaat, gaat vanuit daaruit zeg maar omhoog. Ja, 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 ja. Hey, vandaag genomineerd, ben je kanshebber? Vind je zelf? Ik concurreer tegen partijen die in een totaal ander veld zitten. Uiteraard gaat het zeg maar over de categorie personalized shopping. Ja. Maar ik concurreer bijvoorbeeld tegen Foodora's, een partij die zeg maar restaurant eten bezorgt in Amsterdam. Ja, goed, dat vind ik een hele moeilijke vergelijking, zeg maar, of wij daar echt een serieuze kans hebben. Ja, in zijn. Ja. Dus, beetje appels en peren vergelijken. Het is een beetje appels en peren vergelijken, maar ik denk dat ik goed voorbereid ben in ieder geval om een pitch te kunnen doen. Okay. En ik vind het al lang leuk om hier aan deel te nemen. Ja. Hey, ontzettend bedankt en ja, succes vandaag.
Jullie bedankt voor nu voor het kijken. Kijk je on demand, dan weet je dat je de hele bundeling van alle interviews vandaag van de Accenture Innovation Wars kunt bekijken. En kijk je live, blijf dan kijken, want we zijn hier tot een uur of 5 vanmiddag.